Ik ben hier toch niet voor het interview, hè? Want ik vind het nog steeds verloren tijd, hè? Daar is niet iedereen het mee eens. Wie zit er nou op mijn hersenspinsels te wachten? Nou, ik wel. En mijn uitgever ook, want hij wil je heel graag een keer spreken. Uitgever? Ja, Jan-Jaap Vossenbeek, hij is het nu aan het lezen. En hij overweegt serieus om het opnieuw uit te geven. Ik weet precies hoe dat gaat. Kan ik overal komen opdraven, praatjes houden, interviews geven, foto's, alsjeblieft niet zeg. Dankjewel. Vond je dat echt zo vreselijk? Dank je. Kijk, deze foto, hè, heeft ervoor gezorgd dat ik jarenlang op de vreemdste plekken werd lastiggevallen.